mag net zijn redding moeten komen. En maar ja, er zijn natuurlijk veel financiële belangen die hier meespelen. En je kunt je denk ik wel voorstellen dat zij niet heel happig zullen zijn op een alternatief dat ze niet zelf bedacht hebben. Daan laat het probleem wel door het Almeloze bedrijf oplossen. Hij heeft daar het onderdeel besteld. Voor 200 euro. Dat is altijd.